Goedendag. Ja, hier en daar was het prachtig weer vandaag. En op enkele plekken werd zelfs een bijzon gezien, zoals op deze foto. Maar dat was lang niet overal het geval. Want in Groningen en Drenthe zag het er vrijwel heel de dag zo uit. Een grijze mistdeken hing er boven de regio's. En dat zorgde ervoor dat de zon er niet doorheen kwam en dat de temperatuur ook nauwelijks opliep. Ja, en ging je meer naar het zuiden toe, dan zag het er zo uit. Prachtig weer met hoge temperaturen. En dat kunnen we ook goed terugzien op de temperatuurkaart. In het noordoosten kwam de temperatuur niet veel verder dan een graad of 6. Terwijl het in het midden en zuiden van het land 10 graden warmer werd. 16 tot 17 graden. En dat zijn natuurlijk opmerkelijke verschillen zo in deze tijd van het jaar. Maar het is natuurlijk goed mogelijk met mist. Mist die ook vanavond en vannacht toch nog wel steeds in het noordoosten aanwezig zal zijn. Elders is er wat meer bewolking. En vanavond kan er met name in Zeeland en het westen van Brabant en ook wel in Zuid-Holland hier en daar nog een flinke bui vallen. Want die komen vanuit België naderbij. In de nacht blijft het in ieder geval weer op de meeste plaatsen droog. En dan is het zo'n 8 tot 10 graden. Morgenochtend nog steeds wel die hardnekkige mist in het noorden en noordoosten, denk ik. In de loop van de dag gaat die mist wel geleidelijk aan verdwijnen. Verder is er veel bewolking aanwezig. En ook elders kan er in eerste instantie nog wel een mistbank hangen. Maar, zoals gezegd, die mist gaat verdwijnen en dan kan hier en daar de zon doorbreken. Op een enkele plek is de bewolking dik genoeg, misschien nog voor een spatje regen. Maar dat stelt niet al te veel voor. Droge periodes die zullen absoluut overheersen. En de temperatuur ligt dan 's middags zo tussen 13 en 14 graden bij een matige zuidenwind. De dagen erna gaat er wel iets veranderen. In eerste instantie op donderdag, want dan passeert er een storing. En dat betekent dat er een aantal buien gaan vallen. Vrijdag is het dan weer overwegend droog weer. En is het rustig weer ook met wolkenvelden en af en toe zon. De temperatuur ligt dan zo rond de 13 graden. Ook in het weekeinde wordt het langzaam maar zeker wisselvalliger. Op zaterdag kan er een enkele bui vallen en op zondag passeert er een storing en die zorgt dan enige tijd voor regen. Op maandag volgt er weer herstel, maar dan wel met wat lagere temperaturen. Nog een fijne dag.